komen, ze zullen ze snel omkleden, in een tankhoudersboot stappen en zullen naar het incident gaan vertrekken. Dat is heel hard nodig, ook bij water. Zij doen heel goed werk daar, dus ook dankbaar dat zij er vandaag zijn. Naarden is hier ook. Naarden is bijna kampioen, hopelijk dat lukt in september, voor oppervlaktewater. Dat is een specialiteit voor oppervlaktewaterredding. Dus dat is heel erg goed. We hebben instant in de kazerne binnen brandveilig leven. Dus dat betekent met allerlei voorzorgsmaatregelen die je thuis kunt hanteren. Nou, door alle promotie ben ik de rest van de speech vergeten. Maar ik dank alle collega's die hier vandaag staan. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Nou, dat is al het geval. Maar ik hoop ook dat er heel veel mensen zich aanmelden als vrijwilliger. 80% van de brandweermensen in hier, maar ook in Nederland, die zijn vrijwilliger. En daar moeten we meer van hebben. En je doet heel erg goed werk daarmee in de maatschappij. Dus als je wat terug wil doen voor de maatschappij en het ook nog interessant wil hebben. Nou, u ziet hier de collega's allemaal. Meld je aan. Straks zijn we ook bij de jeugdbrandweer. Die hebben ook al 20 jaar. Dat is ook een goede P5'er. Dus van harte aanbevolen. Ze doen allemaal heel goed werk. Diepe buiging voor al deze brandweermensen. Prettig dag allemaal.
Ellen! Een melding binnengekregen van een woningbrand op de Brinkelaan 140. Er zou een vrouw op de grond zijn terechtgekomen. Brand uitgebroken in de woning. De ladderwagen is gealarmeerd, de tankuitspuit is gealarmeerd. Nou, de ladderwagen die heeft een lengte van 30 meter, dus die kan de vrouw van het balkon afhalen. De tankuitspuit komt op plaats, die gaat binnen in het flatgebouw naar boven toe om de brand te blussen. Maar zoals je ziet, dus komen de jongens naar boven toe. Halen vrouw, stellen de vrouw op de rust. En als ze de vrouw op de rust hebben gesteld, klimt ze in een bakje. En dan kunnen ze de vrouw rustig naar beneden halen. Nou, als dat gebeurd is, geeft het door aan de bevelvoerder dat de vrouw in veiligheid is. En dan gaan de rest van de jongens gaan over de brandblussing. Dat is ook de prioriteitsstelling. Eerst redding, dan blussing. Want zo gaan wij te redden. Prioriteit is altijd redden van mensen en dieren. En daarna gaan we over blussen. Ja, zoals het eruit ziet hebben we de vrouw kunnen redden. Dat maakt voor de duidelijk een stuk makkelijker. We moeten alleen op de brand te concentreren en niet op de slachtoffer. Enorm veel publiek over de vloer gaat vandaag. Ik schat in een voorzichtige schatting 2500 mensen. We hebben heel veel demonstraties kunnen geven. Ik zeg, een topdag geweest.